Goedendag, we hebben nu al een tijdje te maken met een oostelijke wind. En deze voert frisse lucht bij ons aan, maar tegelijkertijd ook flink wat wolkenvelden. En dat betekent dat er weinig ruimte is voor zon. Die bewolking die wordt vanuit Duitsland steeds een beetje onze kant opgeblazen. Al krijgt uh, het zuiden van het land in de loop van de dag ook te maken met wat opklaringen. Dus daar uh, wordt het langzaamaan allemaal wel wat opener. Nou, dat verschil zien we ook duidelijk op de kaarten terug. meeste zon in het zuiden van het land. Met daar ook de hoogste temperaturen tot 13 graden, misschien lokaal net 14. En de noordelijke helft van het land is wat bewolkter. Misschien dat daar lokaal net ook even een spatje regen valt. En daar wordt het maximaal 11 of 12 graden. Nou, de wind die waait dus vanuit die oostelijke richtingen is best stevig. Landinwaarts, meest matig, windkracht 4. Direct aan zee, een windkracht 5. Soms zelfs eventjes stippend aan 6. Dus het waait daar wat steviger door. En vanavond en vannacht verandert er weinig. We hebben eh, wel wat opklaringen. Met name echt weer een beetje in de zuidoostelijke delen van het land. In die opklaringen wordt het ook net wat kouder, zo'n 5 à 6 graden. In de kustregio's met wat meer bewolking, daar blijft het kwik steken rond een graad of 8. Nou, die wind die blijft ook stevig doorstaan vanuit oostelijke richtingen, vooral direct aan zee, soms nog steeds af en toe een windkracht 5. Ja, en vrijdag hebben we dan een dag met een afwisseling van wolkenvelden en ook wat zonneschijn. Het blijft in ieder geval tot de avond zo'n beetje droog, bij zo'n 13 graden. S'avonds gaat het regenen en ook zaterdagochtend regent het nog een tijd lang. Maar in de loop van de middag wordt het langzaamaan droog vanuit het zuiden, met misschien daar nog net een gaatje voor zon. En de zondag pakt vervolgens heel fraai uit. Op de meeste plekken droog, misschien in de ochtend lokaal nog wat mist. Maar zodra het is verdwenen, komt de zon erbij. En dan wordt het gemiddeld een graad of 18.